Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een nieuwe video van vandaag Trash Fusion, alweer een tijdje geleden en ik heb er weer heel veel zin in. Ze hebben weer wat nieuwe maps dacht ik, of die heb ik tenminste nooit gedaan en we gaan ervoor. Eens even kijken of ik een beetje een leuke tijd neer kan zetten, misschien wel foutloos, zou helemaal mooi zijn. Oh, daar had ik mazzel. Dan doen we dit even zo. Even creatief oplossen noem je dit. Nee, ik moet heel goed opletten wat ik doe. Want voordat je het weet lig je op je snuffer te kijken en dat wil je natuurlijk niet. En ik kom hier aan een stormpie. Ja, het gaat er allemaal goed. We hebben ook foutloos. Ik zeg nooit meer dat we het ook foutloos hebben. Oh wacht, hier heb je nog een... Ja, we hebben foutloos gereden. 54 seconden. Wauw. Nice. Oké, dat is lekker. Nou, dit is het volgende potje doorgaan. Snel, even kijken. Weet je, we gaan wel een niveautje hoger doen. We gaan stofhappen doen. Lekker stofhappen. Dus happen naar stof. Ben benieuwd. Here we go. I'm ready for Wumbo. Oh. Ben ik er echt klaar voor? Nice. Oeh, had ik mazzel. Nee, waar wil ik nu ook weer te mooi alles doen? En dan gaan we weer. Ik weet niet wat hij allemaal voorbij vliegt de hele tijd, maar het is heel wat spullen. Oh. Oh, die. Van flipje, die hebben we waarschijnlijk nodig. Oh. Wauw, dat ging net goed. En dan gaan we. Let's do this. Oh. Oh, iets te veel ervan. Ik kom eigenlijk met een ninja trucje halen. Ninja trucje is eigenlijk dit. Ik weet niet of dit zo kan laten zien. Dit is geen ninja gedeelte. Hoewel, ik zou het heel misschien kunnen laten zien. Dit is ninja. Nee, dit is ook geen ninja truc. Dit is ninja trucje. Ook die. Misschien dat ik het daar nog wel ergens kan laten zien. Nee, nu ga ik hem gewoon even halen, namelijk. Maar ninja trucjes, dat zijn eigenlijk de moeilijkere trucjes die er zijn. En dan moet je eigenlijk wat je achterwiel moet je bijvoorbeeld op de... aan zo'n kant gaan hangen. En dan zo kun je daar weer omhoog komen. En noemen we allemaal op wat voor rare dingen. Wat te vet om te doen. En we hebben weer een nieuwe medaille, bronzen. Nou, dan doen we er nog eentje, vind ik. We gaan, nee, weet ik het, we gaan gewoon een hele andere map pakken. Ja, welke gaan we pakken? Ik weet niet waar ik zin in heb. Ik heb wel zin in... Nu verkrijgen, ja, maar die moet je volgens mij betalen. Weet je, we doen gewoon die. Ik weet niet wat het is voor een track. Jullie zagen het, ik heb nog niet gereden. Moeilijke track. En moeilijk kan moeilijk zijn. Moeilijk kan ook extreem zijn. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan het wel zien. Ik zou zeggen, daar heb ik volle snelheid nodig. Hop, een seconde, tweetje en here we go.
Nee. Nee, dat wou ik te hard. Je mag niet te hard. Dat is echt een kunst hier bij dit spel. Je moet eigenlijk op het moment dat je daar op staat... Je mag ook niet te veel bewegen. Je moet goed terechtkomen. Heel belangrijk. Nou, ik vind het een lastige deze. Met Ninja gaat hij ook niet. Ah, kijk. Nu had ik hem in één keer goed te raak. Oh. Deze, die is ook een stukje moeilijker. Oh nee, had ik daar met mijn achterwiel omlaag gegooid. Ja. Nice, die hadden we. Holy crap, het is wel een hele extreme track dit. Oké. Focus. Nee. Focus. Voilà. Oh, bijna. Moet even iets verder naar achter. Oh. Oké, dat kan ook. Dan valt hij op zijn snuffel. Ja. Hopsakee. Zitten toch best wel lastige stukjes bij deze track al. Ik vind het wel een van de leukere games ook altijd om te spelen. Jongens, wat... Oh, ik wou zeggen, wat gaan we doen? Kom laag. Nee, dat was een checkpoint. Verdorie. Zoals jullie ook waarschijnlijk al kunnen zien, is het inderdaad één foutje en je gaat op laag. Dan ben je de klos. Oké. Okay. Nice! Oh, dat was zelfs finish, hè? Nice, dit was alweer voor vandaag Transfusion. Ik vind het altijd een leuk spel om te doen, wat ik al zei. Er zit altijd een leuke uitdaging in. Vooral alsof het moeilijker, alsof het beter eigenlijk. Het moet nog wel haalbaar zijn. Dan is het tenminste leuk. Als het niet haalbaar is, dan heb je ook zoiets van... ik weet het ook niet. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ook echt tot de volgende keer.